zou je willen veranderen aan het ondernemersklimaat in Suriname? Zo. Heb je een groot blaadje? Pen. Nee, ik denk, ja, ik denk een van de wel, het zijn heel veel belangrijke dingen, maar voor mij een van de belangrijkste dingen is sustainability. Mijn hart zit heel erg bij de natuur en je eigen carbon footprint, dus milieu, de natuur en vervuiling. Het feit dat we 1000 lampen aan hebben overdag, dat we energie verspillen. In westerse landen en in landen die zichzelf profileren als een ecotouristisch land, weerspiegelt dat zich vanaf de kleinste ondernemer tot het grootste bedrijf. In wetgeving, in wetgeving en in regelgeving, maar ook in normen en waardes, hoe je omgaat met de natuur. En dat zou ik heel erg, dat zou ik graag veranderd willen zien in Suriname. Dat de regering en de ondernemers zich meer gaan focussen op niet alleen zaken doen en geld maken, maar ook wat ze achterlaten voor hun kinderen. En nogmaals, niet alleen geld en een bedrijf, maar ook de natuur. En, de planten, de bomen, de flora, de fauna. En we leven in Suriname. We zijn in een super omgeving. We hebben een groen land. Ja. We hebben bomen, we hebben... Een beetje minder groen nu. Ja, een beetje minder groen, maar we hebben zoveel voordelen. Ja. Dus we moeten echt dat laten werken. En jij? Ik ben helemaal alles. Je hebt mijn mind gestolen. Ja, zie je? We think alike. Yo, weet je, dat hebben we vaker, hè. Ook als we samen op reis zijn, we gaan naar een beurs, we kijken naar dezelfde items, we kiezen dezelfde items. We zijn eigenlijk altijd in elkaars hoofd. Een golden formula. Ja, ja, absoluut. En ze heeft me, ik heb het nog niet helemaal geleerd hoor, maar dat ding dat je hebt met je negende zintuig, toch? Ik ben nog steeds ermee bezig, ik ben nog steeds te leren. Ze heeft iets dat ze voelt het. En het maakt niet als het gaat over personeel, over een item, over een business idea. Ze voelt het, ze praat erover en het is altijd on point. Altijd on point geweest. Ja. Dat ben ik nog aan het leren. Een stuk levenservaring. Om te luisteren ernaar. Ja. Ja, maar dan bel je en dan zeg je, ma, wat zeg je negende sens? Ai. Ja, ja, dat is mijn lifeline. Ja, we're a good team. We zijn een goed team. I think so too. Ja. Ja. Volgens mij hebben we elkaar genoeg ondervraagd. Ik ken je al 43 jaar, maar toch heb ik wat erbij geleerd vandaag. So thank you. Ja. Ja. Maar heb je nog wat? Ik vind het leuk. Ik vind het een honor dat we gevraagd zijn. En dat we met elkaar op deze manier, op een andere manier hebben kunnen communiceren. Voor iedereen. Voor iedereen in het programma. Suriname zit vast. Suriname zit vast. Maar we gaan loskomen. I know. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.